België erin, en hoe gaat het dan? Dit is een kambeek. Ja? Ja, pas er allemaal op. Ja. Ook die lange. We doen het natuurlijk, als ik het zo doe. Eén voor één. Ja. Ja, we moeten allebei, denk ik. Ik sprak vanmiddag ook al iemand. Oh, ben je linkshandig? Ja, ja, ja. De tweede die daar al... Ja, ik ben ook... Ja, hartstikke goed. Allebei links, is dan wel gehoord zo. Ja. Ja, dat telt dubbel. Als Almelo Waterstad willen we heel graag het water terug in de stad. Hè. Hier bij het Huis van Katoen en nu waar we nu zijn, zitten we natuurlijk op dé plek om dat ook uit te beelden. Want het water is hier nu teruggekomen in de stad. Maar zo proberen we ook op tal van andere terreinen op het gebied van water met elkaar de samenwerking concreet vorm te geven. Nou, als ik nog een voorbeeld mag noemen. We hebben vorige week zaterdag de klimaatatlas met elkaar gepresenteerd. Dat zijn allerlei, als het ware, onderzoek is er gedaan. Van, nou, wat gebeurt er nou met de stad op het moment dat er een hele harde, een hele extreme bui bijvoorbeeld naar beneden komt. Of als wij te maken hebben met hele stevige droogte. Periodes, hè. Als het zomers hartstikke lang erg droog is, dan doet dat ook wat met de stad. En ook wat met de grondwaterstanden bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal zaken die we in het kader van het een beetje ingewikkelde begrip, maar klimaatadaptatie, en met elkaar de komende tijd echt vorm moeten geven, samen aan moeten werken. Nou, en dan is zo'n agenda waar we gewoon met elkaar een aantal concrete zaken in afspreken. En ook hoe we dat dan met elkaar gaan doen. En ook netjes in de tijd plaatsen, want je kan niet alles tegelijk natuurlijk. Dan is dat heel erg handzaam om met elkaar zo verder te werken. Wat houdt die overeenkomst in? Ja, het is een samenwerkingsverband met de gemeente Almelo. Op gebied van allerlei wateropgaves die er zijn. In het belang van Almelo, maar ook in het belang van het waterschap. En we hadden al vele jaren een hele goede samenwerking. Maar het is altijd goed om bepaalde afspraken ook nog eens op papier te zetten. Ook gericht op de toekomst. We zullen als waterschap steeds meer samen moeten werken met gemeentes, met provincie, met andere overheden. Ja, om tot goede invulling te komen. Ook van de klimaatopgaves die we voor de toekomst hebben. Ja, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de medicijnrestenproblematiek. Hè, er komen heel veel medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook voor de zuivering valt op dit moment haast niet te zuiveren. En voorkomen is vaak beter dan genezen. Dus we hebben elkaar afgesproken dat we de inwoners van Almelo echt ook meehelpen om te kijken hoe je bijvoorbeeld die medicijnen niet in je toilet kan gooien, maar gewoon bij Twente Milieu af kan leveren of bij je apotheek. Er gebeurt nog veel te veel en er komen echt heel veel kilo's per jaar in het water terecht.